Tip 4, of advies 4, het zijn helemaal geen tips. Je moet dit gewoon doen. Hallo? Hallo? Ja, sst, ik heb me een beetje verstopt. Want ik let nogal op mijn privacy. Ja, dat is belangrijk, hè? Heb je wel eens gehoord van de AVG? Ik vergat de naam bijna. Nee, de AVG. Die wet, Europese wet, in het Engels GDPR, die jouw privacy, en ook van de mensen om je heen, moet beschermen. Nou, in het onderwijs hebben we enorm veel data die we verzamelen. Je kunt denken aan rapportcijfers, aan leerprestaties, aan gewoon naam, adres, woonplaats en dat soort gegevens. Dus echt onwijs veel wat we met elkaar verzamelen, ergens opslaan en waar we ook heel erg zuinig op moeten zijn. Want ja, je hebt de verantwoordelijkheid als school, als docent, als medewerker om zorgvuldig met die gegevens om te gaan. Soms kom je wel eens iets inspirerends tegen buiten de organisatie. Denk aan bijvoorbeeld een Mentimeter, een Kahoot, een Socrative, Padlet, Google Forms. Nou, noem maar op, er zijn er onwijs veel. En die pakketten, die zijn vaak niet aangeschaft door de school. Onbetaald, gratis. Maar gratis is niet helemaal gratis. Nou, ja. Ik dacht, laten we even naar een andere plek gaan, want ja, hoewel dit wel zo'n vette plek is, kijk eens naar het plafond, is het verder niet zo vet. Het is een beetje koud hier. Laten we ergens anders naartoe gaan. Ah, nee, dat knippen, dat werkt echt goed, joh. Het is veel beter dan met het OV gaan. Je privacy is een stuk meer gewaarborgd. Hey, we hebben het er net over gehad van wat nou die AVG is, wat die privacywetgeving nou een beetje inhoudt. Dat is heel algemeen, hè? Het omvat veel meer regels en zoals een wettekst. Het is heel precies en gedetailleerd uitgeschreven. Maar om nou als docent te werken met tools die niet door de organisatie worden aangeboden, geef ik je 5, echt 5, essentiële adviezen die wel handig zijn om op te volgen. En je eigenlijk moet opvolgen om de privacy en het houden aan de wet te waarborgen. Advies 1. Heb jij een app die je wilt gaan gebruiken in de les? Kijk dan of er een vergelijkbaar iets wordt aangeboden binnen de organisatie. Dus bijvoorbeeld vanuit het Microsoft pakket. Er zijn scholen die het Adobe pakket gebruiken. Dat zijn twee voorbeelden van grote organisaties of grote pakketten die vaak al door scholen of instellingen zijn aangeschaft. Als je er eentje gebruikt van binnen de organisatie, dan weet je, dan zijn alle essentiële punten afgedekt en voldoe je aan de wetgeving met betrekking tot gebruik ervan. Advies 2. Ga je een tool van buiten de organisatie gebruiken, lees dan goed door wat er in de algemene voorwaarden van de applicatie staat. Welke gegevens van de student of de gebruiker worden geregistreerd en wat wordt er met de gegevens gedaan? Gebruik je namelijk een gratis tool? Gratis is niet helemaal gratis. Je betaalt indirect met de informatie die jij ze levert en die zij vervolgens weer door kunnen verkopen. Heb je de kans om een tool aan te schaffen, dan koop je vaak dat stukje van de informatie waar zij normaal aan verdienen, koop je af. Je hebt vaak ook wat meer mogelijkheden binnen de tool die je kunt gebruiken. En dan kom ik bij het derde advies, namelijk zorg ervoor dat als je een betaalde tool gaat gebruiken, dat er ook een verwerkingsovereenkomst is. Dus dat duidelijk is waar de gegevens worden opgeslagen, wat ermee wordt gedaan en dat het stukje bescherming van die gegevens gewaarborgd is. De functionaris gegevensbeheer, die kan jou daar meer over vertellen. Tip 4, of advies 4, het zijn helemaal geen tips, je moet dit gewoon doen. Advies 4, gebruik een tool waarbij de student geen account hoeft aan te maken. Bij het maken van een account zorg je er eigenlijk voor dat de maker van de tool een soort van verzamelbakje heeft van dat persoon waar allerlei gegevens in komen. Dus dan faciliteer je eigenlijk het verwerven van de gegevens aan een persoon. Of van een persoon aan die tool.
En dan kunnen ze weer nog meer aan verdienen. En ja, het is nog minder afgeschermd. Dus apps zoals Mentimeter, Kahoot, Socrative kun je doen. Eigenlijk van alles waarbij geen inlogaccount nodig is, maar alleen maar ingelogd hoeft te worden met de code die jij ze geeft. Ja, daar kun je ja, dat stukje mee omzeilen en zijn de gegevens niet direct te koppelen. Het allerlaatste advies is een stukje bewustwording. Denk heel erg goed na waarvoor je een tool gaat gebruiken. Je kunt je voorstellen dat een gratis online omgeving niet heel geschikt zal zijn. Misschien in gebruik heel erg prettig, maar niet geschikt is voor persoonlijke dingen van de student. Dus ga jij een app gebruiken waarbij je een kennis wilt maken met de student, bijvoorbeeld voor loopbaanbegeleiding of zorgbegeleiding, ja, dan is het niet goed, dat mag je echt niet doen, dat je de student de gegevens daarin laat zetten. Hou dat gewoon binnen de organisatie en bedenk je goed, wat vraag ik van de student, op welk niveau is dat, het persoonlijk niveau, is dat het vakniveau, het professionele niveau, het sociale niveau, wat vraag ik van de student en is het nodig dat ik het daarvoor gebruik. Dit zijn 5 adviezen die ik je echt aanraad om op te volgen. Wees je bewust van de privacy en het recht van privacy van die student. En ga zorgvuldig om met de gegevens die jij produceert als docent, zodat anderen daar zo min mogelijk mee kunnen. En heb je het niet meer nodig, zorg er dan voor dat het ook netjes wordt opgeruimd achter je rug. Hey, ik ga weer knippen, want... Hier, ga je stuk. Wow, ik ben echt zo'n fan van het knippen. Ik ben nu weer in een gang met allemaal kluisjes. Wat toepasselijk. Hey, even samenvattend over wat we daarnet, wat ik daarnet heb uitgelegd. De AVG, dus de privacywetgeving. We zijn met elkaar verantwoordelijk om gegevens en de privacy van de student te beschermen. Het is geen keus, het moet gewoon. Weet je functionaris gegevensbeheer binnen de organisatie te vinden en wees op de hoogte van de regeltjes die gelden binnen de organisatie. Zo hebben organisaties vaak al besloten van dit mogen we wel gebruiken, dat mogen we niet gebruiken. We gebruiken onze eigen softwarepakketten tenzij er iets anders is wat niet voorzien wordt. De 5 adviezen. Houd die in acht bij het gebruik van een toepassing, van een tool in jouw lessen. Wees je bewust van wat je verzamelt en dat je verzamelt en ruim altijd netjes op als je ergens mee klaar bent en het niet meer wilt gebruiken. En heb je nog tips, heb je nog ideeën voor iets waar je wat meer over wilt weten met Mediawijsheid? Laat het dan weten, mail naar het practoraat of zet het onderin de comments. Tot de volgende keer!